generaties auteurs. Een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de Kleine Comedie is dit het voorwoord van de Boekenweek Live. Deze editie met Hanna Barefoot en Sophie Lakmaker. Ik zit hier met Sophie Lakmaker. We zijn even geïnstrueerd dat we elkaar moeten voorstellen. Sophie, dit jaar gedebuteerd met een geweldige boek. Ik heb het deze week gelezen, heel erg van genoten. Geschiedenis van mijn seksualiteit. Geweldige recensies gekregen. Niet alleen ik heb ervan genoten, maar ook de recensenten. Echt 5 sterren in het NRC. Volgens mij een droom voor elke debutant. Ja. En ik zat dus ook even te denken, hoe kennen wij elkaar... wanneer hebben wij elkaar nou ontmoet? En er kwamen allerlei beelden boven van avondjes, dingetjes. En we hebben elkaar best wel veel gezien, volgens mij, de afgelopen 7, 8, misschien wel 10 jaar. En ik denk dat dat komt omdat we een beetje in overlappende werelden zitten. En in de schrijverswereld, maar ook in de lesbische wereld. Mm-hmm. Sowieso is dat een overlappende bedoeling. Ja. En ik hoorde net dat jij shady anekdotes heb, onze ontmoetingen. Ja. Dus dat leg ik dan even bij jou, bij deze introductie. Klopt, oké. Okay. Ja. Over shady, maar dit is op zich een heel shady met een pluim. Ja, ja. Jij zat in mijn boek, maar ik heb je eruit moeten schrijven. Ik weet waar ik zat, denk ik. Of niet. Ja, ja. Ik heb hem van mijn redacteur en tevens broer, kan ik inmiddels wel vooruitkomen, Daniel van der Meer, uit moeten schrijven, omdat het anders te veel in-crowd zou worden. Maar mijn eerste vriendinnetje leerde ik kennen in de Trut, bekende gayclub. En in de eerste weken dat ik haar sprak, kwam ik jou tegen. En toen gaf je mij een klopje op mijn schouder. Het was het eerste meisje waarmee ik überhaupt ooit had gezoend. En jij zei, puntje, puntje, puntje. Ik zal haar naam niet noemen. Dus dat is de trofee van de Trut. Ja. En die anekdote heeft zo ongeveer in die vorm mijn boek gehaald. Omdat ik nooit goed direct tegen dat meisje kon zeggen dat ik haar zo leuk en zo mooi vond. Maar het altijd in jouw woorden. En nu ben ik de barvrouw. En ja, en toen, omdat ik dus jouw naam moest wegmoffelen, ben je nu de barvrouw van de Trut. Ik dacht, wow, de barvrouw vond het ook. Ja, nee. Oh, dus dat is spot on. Ja. Ja, wat grappig. Maar ja, en om dan jou te introduceren, kom ik eigenlijk opnieuw bij Daniel uit. Dus bij mijn uitgever, die ik 2,5 jaar geleden inmiddels huilend opbelde na mijn eerste publicatie bij Das Mag. Omdat ik dacht dat ik na dat verhaal beroemd, rijk en geliefd zou zijn. En toen heeft hij mij getroost met, het komt nooit goed, alleen Hanna Barefoot kan leven van haar boeken. dus wat het ook is niet altijd zo is. Nou, het is in ieder geval een grote eer om hier naast jou te zitten. En als ik je introduceer, auteur van 7 boeken, als ik het goed begrijp. En nu daarnaast ook het Boekenweekgeschenk. Misschien wel de enige auteur die binnen 24 uur 2 prijzen won. Ja, nou misschien nog wel iemand ooit. Maar het is wel gebeurd. Ja, dat waren echt goede 24 uur. Dat Messi was echt, ja. En Cristiano Ronaldo-achtige taferelen. Dus, en ik ben deze week begonnen in je laatste roman, Welkom in het Rijk der Zieken. En daar geniet ik vooralsnog enorm van. Dus dat is een aanwinst. Kaartjes. Ja. Zal ik een kaartje pakken en we mogen ze ook weggooien. Dus ga eens even kijken. Oké. Okay. Ja, ik dacht dat er nog Hanna of Sophie op zou staan, maar het zijn dus in die zin inwisselbaar. Het is helemaal blanco, maar ik stel het aan jou. Ja. Denk ik. Ik ga dat doen. Je bedoelt niet aan de technicus die... Nee, maar meer qua, want ik kan dan ook het nu aan mezelf vragen. Oh maar ja. Dat zou heel gek zijn. Dat zou gek dat zijn. Heel gek zijn. Oké. Welk boek wilde je ooit schrijven, maar zul je nooit afmaken? Heel erg sturende vraag. Ja, welk boek ik wilde schrijven, maar nooit zal afmaken. Daar ben ik op zich wel een beetje jong voor om dat soort vervlogen hopen te hebben. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik, zeg, mijn debuutroman is nu tamelijk autobiografisch, maar hoe ik het ooit voor ogen had, was dat ik dat autobiografische eerste boek volkomen aan de hand van mijn kapsel zou schrijven. Omdat dat altijd in mijn ook soort van genderontwikkelingen zo'n centraal ding was. Yes. Maar ik kwam tijdens het schrijven van dit boek er wel achter hoe moeilijk
Ja, dat zijn ook gewoon, denk ik, beperkingen in mijn schrijfkunsten. Maar dat benauwende gevoel, hoe je je over je uiterlijk voelt, dat een heel subtiele stijl vereist. En dat ik daar misschien of nog niet klaar voor ben, of gewoon überhaupt niet kan. Dus het boek rondom mijn kapsel, dat zal misschien wel nooit geschreven worden. Maar het is ook wel een beetje het boek rondom je kapsel geworden. Het is wel een rode draad. Het zit er wel in. Zegt, denk ik, oh ja, ik zie wel hoe dat ooit het uitgangspunt was. En ik denk niet eens dat het aan subtiele schrijfstijl hoeft te liggen. Maar soms, ik ben een schrijver die heel erg van concepten houdt. Ja. Dat is denk ik ook gewoon dat ik houvast nodig heb en bang ben dat ik anders verdwaald. Maar je weet van tevoren nooit, werkt het concept? Dus misschien was dat gewoon niet een concept dat werkte. Ja. En dan denk ik juist dat het je siert als je dat dan loslaat en alsnog een geweldig boek maakt. Dus misschien is het ook wel goed dat je sommige boeken nooit zult afmaken. Ja, wie weet. Kaartje. Want ik vind het een beetje judgy. Nou ja, misschien. Ik leg het veel in. Ik leg het wat vind je er judgy aan? Ja, je zult het nooit. Wilde je ooit schrijven? Nee, misschien valt het om. Jij noemde net vervlogen dromen en zo las ik het ook een beetje van. Precies. Lag buiten je reach of zo. Maar dat ben ik dan weer. Dus dat. Nee, lief neutraal kaartje. Oké, ik ga jou een minder veroordelende vraag stellen. Is er een regel die wel eens door je hoofd schiet tijdens het schrijven? Een regel? Een zin? Of een... Ja, dat weet jij ook ik niet. Ik neem aan een wet. Een wet? Ja. Nee, een wet. Nee, ik moet echt erover denken. Nee, ik ken ook niet zoveel... Ik bedoel, ik ken wel... Weet je, als ik nu een pistool in mijn hoofd van... noem schrijfwetten, dan ga ik wel wat dingen ratelen. Maar ik heb eigenlijk nooit... Dat is niet hoe ik schrijven heb geleerd of ooit heb aangepakt. Ik heb eigenlijk nooit een soort handboek erbij gehad of daar les in gehad van regel 1, show don't tell. Dat zou ik dan met dat pistool zeggen. Maar dan zou ik dan zeggen... Ja, maar wat je net zei over vanuit de concept vertrekken, dat is natuurlijk ook tot op... Maar misschien is dat... Ja, maar dat is geen regel, dat is geen... Ik denk niks moet. Nee. Eigenlijk is denk ik dat de essentie van wat ik nu voel en denk. Ik denk, nee, geen regels. Ik bedoel, als het werkt, dan werkt het. En als het niet werkt, dan werkt het niet. Ik gebruik heel veel trucjes. Mm-hmm. Veel van mijn boeken die hangen... Nou, die hangen niet, maar die hebben een plot. En daar zijn gewoon trucjes voor die ik ook niet per se uit een boek heb, maar gewoon afkijk van series, van andere boeken, van alles wat ik tot me... Nee, maar regels? Want ik las, je bent naar New York geweest, toch? Naar zo'n kunst, of hoe zeg je dat, een art school? Oh ja, maar dit verhaal? Ja. Ik leg dit verhaal even, ik ga het heel snel proberen te vertellen, want het is een beetje een rommelig verhaal. Ik studeerde media en cultuur, hier, en dat is eigenlijk cultural studies. Dus dan ga je naar een soapserie kijken en zeggen waarom het vrouwen emancipeert. Dat was ik aan het doen aan de UvA. Ja. Toen had ik een uitwisseling naar New York, maar daar bleek ik ingeschreven bij film studies. En dat is een studie, dan ga je een Hitchcock film kijken en zeggen wat het dat alles een penis is. Dus dat was helemaal niet de studie die ik aan het doen was. Ja. Dus toen dacht ik, oh nee, ik heb geen zin om al die saaie vakken daarin te volgen. En toen ben ik daar aan de NYU. Dat is ook heel verwarrend, want dat is dan wel een universiteit, maar daar zit een soort Tisch School of the Arts aan. Dus dat is dan op universitair niveau, dans, toneel, zang, allemaal dingen. Toen ben ik in de vrije vakken, het curriculum waar iedereen dan in mocht, wat dus niet dat film, dat zij een filmcurriculum was. Toen ben ik Afrikaans dansen gaan doen, Indiaans dansen gaan doen, History of the Film Musical en script schrijven. Okay. Dus ik denk dat jij daarop doet. En toen heb ik inderdaad, toen heb ik gewoon een heel vak script schrijven voor sitcom gedaan. Dus dat was super specifiek en dat was heel erg marktgericht ook. Dat ik hou van Amerika. Weet je, aan de UvA is het van, nou ja, jij hebt dan Russisch gedaan en filosofie en schrijft daar heerlijk over. Maar niemand die je daar vertelt van hoe ga je er geld mee verdienen. Exact. En in Amerika, dan doe je dus die scriptcourse en dan zeggen ze in LA werkt het zo. Je moet een heel script schrijven van een specifieke sitcom en dat lever je dan aan. En dan mag je misschien voor die sitcom of een andere sitcom schrijven. Maar je moet bewijzen, ik weet alle ins en outs van deze sitcom. Ja. Moesten we allemaal iets kiezen. En toen koos ik The Simpsons, want dat was het enige wat ik ken, waar ik echt goed in zat. Ja. Dus toen heb ik een script over The Simpsons geschreven. En ik moet wel zeggen, als we het over regels hebben,
dat is dan wel een sitcomregel, maar je moest heel erg beginnen. We hebben zo 3 weken gedaan over het formuleren van het plotje van je sitcom-aflevering. Ja. Dat gaat altijd zo. When, nou, personage in mijn geval Homer. When Homer does this, he this, but then this and this. Dus dat zijn zeg maar twistjes. Ja. Dus als Homer naar de markt gaat, dan koopt hij grote meloen. Maar als de meloen dan een sinaasappel blijkt, denkt Homer dat hij gek is. En raakt hij in een psychose. Gek verhaal nu, ja. Even uit de losse pot. Maar dat leren maar we zo daar. Blijkt, daar blijkt de Simpsons dan op gestoeld te zijn. Op dat soort alle wetmatigheden. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. Ja, behalve dan dat laatste dennetje, dat ja. Zit er dan soms niet bij. En ja, en daar, maar ik moet wel zeggen, we zijn heel erg aan het afdwalen. Maar dat is die 90s sitcoms, die waren zo heel erg het vaste format. En televisie van nu verschilt daar heel erg van. Die hebben niet meer die afgeronde verhalen in elke episode. Maar die hebben gewoon. Maar die nieuwe wetmatigheden, of is het daadwerkelijk vrij? Trucjes. Ja, bijvoorbeeld een wetmatigheid in serie schrijven is vaak wel dat als je 3 personages hebt. Dat die dan wel in elke aflevering zitten. Kijk nu bijvoorbeeld Red Light. Ja, ben ik gisteren begonnen. Oh, waar zit jij? Ik heb nu de eerste aflevering gezien. Ik zit bij 4, maar er zitten dus 3 vrouwen. Ja. Nou, die gaan we elke aflevering zien. We gaan niet opeens een aflevering zonder een van de personages hebben. Maar ik zie die wetmatigheden meer als gereedschappen en niet als regels. Ik vind regels mag je altijd breken. En je kan wel zeggen, ik breek alle regels. Maar dan krijg je dus wat jij in je boek geweldig beschrijft als experimentele film. Het experiment is altijd mislukt. Daar ben ik het wel mee eens. Daar moet ik heel erg om lachen. Dus ja, omarm de trucjes. Maar nee, laat je niet door regels vastleggen. Ik weet niet of dat de vraag... Ik vind dat je hem voldoende hebt beantwoord. Ja. Ik ga vlug naar jou. En als je nog aan het eind van de 20 minuten India's zou willen dansen, dan doe ik ook iets. Nou, ik moest afstuderen, dus moest ik een eigen dans maken. Ja. En dat heb ik toen op MIA. Was toen, weet je nog toen MIA? Of misschien komt hier een generatie... Nee, gewoon... I wanna do... Maar je had dus nog meer liedjes. En daar had ik dan Indiaanse dans op gemaakt. I might do it. Ja. We zullen zien. Dan ga ik wel opdrukken. Haha. Oh ja. Oké. Wat is er eerder? Het personage of het plot? Nou, zelf ben ik genoodzaakt om te zeggen het personage. Of bedoel meer van, als ik naar mijn boek kijk, dat is niet zo ontzettend plot gedreven. Dus, en dat vertrekt natuurlijk heel erg vanuit ik persoon. En wat ik bijvoorbeeld, een van mijn favoriete schrijvers is Salinger. En wat ik heel tof vind, bijvoorbeeld dat hij verschillende boeken heeft geschreven, maar dat eigenlijk voortdurend over dezelfde familie gaat. Wat niet wil zeggen dat plot er voor de rest niet toe doet, maar het lijkt gewoon een soort voortdurend onderzoek naar die familie en die persoon. En dat is wel waar mijn interesse ligt. Niet in. Dus ik heb nu ook sinds kort even. Dat mag ik misschien helemaal niet zeggen, maar dat er misschien verfilming interesse is. Ja. En dat ik dan betrokken zou worden bij scenario schrijven. Ja. Dat vind ik aan de ene kant heel leuk, maar nou ja, waar we het over hebben, zeg maar, ik voel ook een soort huivering, omdat ik denk, ik schrijf helemaal niet plot gedreven. Ja. En ik kan me toch voorstellen dat je bij een filmscript daar niet onderuit komt, dat wel heel erg op gebeurtenissen stoelt en je niet, dat associatieve wat je soms in schrijven hebt, kan je natuurlijk niet helemaal volhouden in film. Ja, maar natuurlijk, er zitten wel gebeurtenissen in je in je boek stiekem, want je beschrijft een paar reizen ook. Ja. Dat zijn natuurlijk kleine. Ik bedoel, reis is letterlijk reis. Dus een journey, zeg maar. Dat zijn dan van die verhaaltermen. Dus ik denk dat je daar nog wel iets in kan. En ik denk ook als je aan een scenario gaat werken, dat is dan vaak ook iemand doet de dialogen en iemand doet de grote lijn. En dan voor de waarachtigheid. Dat wordt dan onderverdeeld eigenlijk. Soms. Oh, ja. Dus jij pakt die dialogen. Ja, ja. En die grote lijn, kan je dan... Die ga ik gewoon uitbesteden. Maar wat heerlijk, wat spannend. Ik denk dat het ook wel... ik denk dat het wel heel tof kan worden op tv. En wat ik heel erg, misschien vind je het een kutvraag hoor, dan moet je vlug een kaartje pakken. Maar toen ik het aan het lezen was, vroeg ik me inderdaad af hoe jij inderdaad je schrijverschap hierna dan voor je ziet. Van blijf je bij dat personage, wat ook wel dicht bij jou ligt, als een Salinger die steeds iets meer uitdiept? Of denk je, ik wil juist wel een heel andere wereld
in? Of ben je er helemaal niet mee bezig? Wat ik me ook heel erg voor kan stellen. Nou, ik ben er wel een beetje mee bezig. Maar meer, ik ben er niet per se mee bezig geweest nadat het boek uitkwam. Maar daarvoor had ik gewoon al wel... laat maar zeggen, om inzinkingen te voorkomen... een beetje een vijfjarenplan opgesteld. Waarin ik als volgende boek een boek over voetbal in gedachten heb. Maar dat zou dus wel ook eigenlijk weer een boek over mezelf zijn... maar dan meer als kind. Ja. Dus daar zou nog wel een soort autobiografische ondertoon zitten. Denk wel minder expliciet dan in dit boek. En ik hoop, om eerlijk te zijn, dat ik... Kijk, vroeger dacht ik echt van je kan pas schrijven als je, zeg maar, zoals jij schrijft, dat je echt dat vertrekpunt misschien wel raakt aan iets van jezelf, maar dat je het echt kan loskoppelen van. En dat daarin ben ik wel ietsje zachter naar mezelf geworden van ik kan ook over mezelf lullen en dan kan het nog steeds mooie literatuur zijn. Ja, en het is ook niet een hiërarchie, hè? Het is gewoon hier is iets en hier is iets en het is gewoon tof. Ja, daar dat ben ik ook in de loop der jaren gaan inzien. Maar dat neemt niet weg dat ik er wel naar uitkijk om op een dag iets te schrijven dat wat minder dicht op mezelf zit. Al was het maar... ik weet eigenlijk niet hoe jij dat dan in de... Maar in de media heb ik natuurlijk heel veel vragen. Yeah. Dat ik dacht, jongens, ik heb wel een boek geschreven. Yeah. Het is niet dat ik gewoon nu mezelf presenteer als persoon die, I don't know, half transgender, half wat dan ook is. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar je maakt je eigen naam in het boek, of niet? Ja. Ja. Nee, ik zag het ook wel een beetje aankomen. Maar toch valt het tegen. Ja, of dat je bang bent dat gewoon het feit dat je iets moois hebt proberen te maken, dat een beetje ondergesneeuwd raakt. Of zo. Ja, maar ik denk ook altijd met autobiografisch, het verschil is volgens mij niet, het is meer hoe erg heb je het verhuld dat het autobiografisch is. Omdat alles is natuurlijk altijd autobiografisch in de zin... Nou ja, ik bedoel, als iemand een historische roman schrijft over een sleutelmaker, 1500... na Homer Simpson met zijn meloen is dit ook wel weer een top uitgangspunt. Maar dan ligt het er wat minder dik bovenop. Maar het gaat altijd over jouw obsessies en jouw fascinaties en jouw reservoir aan beelden en dingen. En soms, ik merk bij mijn eigen boeken soms... kan ik me meer verstoppen in een setting of zo. Dat ik denk, Fuzzy, het is een boek over kleine pratende pluizige bolletjes. Nou, geen journalist die vroeg van, hoe staat het op je eigen leven? Terwijl er zaten echt wel super persoonlijke dingen in. Ja. En dan mijn laatste boek is een boek over een man met een chronische aandoening. Mm-hmm. Ik heb ook een chronische aandoening, een andere chronische aandoening. Maar toen gingen interviews... ineens onwijs wel over hoe dat dan op mijn leven sloeg. En wilden mensen bijna niet meer geloven van dat ik die man met die totaal andere chronische aandoening niet was. Ja. En dat vond ik ook wel zwaar. Dus ik denk dat dat mij ook wel tegen zou staan als ik het weer in een boek wat minder goed weet te verhullen, zo noem ik het dan maar. Ik schrok ook, ik googelde je laatst, toen kreeg je, of ja, het is misschien niet best wel leuk om te zeggen, kreeg ik als eerste... niet schrijver of vriendin. Die is altijd leuk als suggestie naar je eigen naam. Ja. Maar dus dat er stond ziekte. Ziek, ja. Ja, of ziek. Ja. Ik dacht, liefde girl. Ja. Ik bedoel, dan troost ik mezelf altijd van... maar dat zijn jouw Google suggesties? Want het is toch altijd van iedereen krijgt andere suggesties? Ja. Maar ja, ik ben al lang blij. Weet je wat het vroeger was? Toen was het Hanna Barefoot lelijk. Nee, dat zegt zo, ja, dan deed je... Ja, maar een vriendin zit ook fucking wel hoog, Google. Hoor. Dat doet mijn vriendin die kijkt dan wel eens van... en als je de V doet... Nou, dan komt er een vriendin. Maar nee, ik vind het ook niet echt... niet echt fijn, eigenlijk. Nee, wat komt er bij jou? De Groene Amsterdammer en Instagram, tot nu toe. Oh, Instagram is goed. Want dat betekent gewoon mensen willen je volgen. Mensen willen er alles willen erin. Ja, grappig. Ik ga jou straks thuis nog even kijken wat ik krijg. Ja, dat zegt dan ook iets over mij. Ik moet nu jou instellen. Jij bent aan de beurt. Ja. Het is een korte, namelijk schrijf je graag over de liefde? Ja, schrijf ik graag, jongens. Hartstikke graag. Wat moet ik er nog? hartstikke dolgraag. Oké. Okay. Ja. Wat was je laatste wilde avond of nacht, Peter? Oh god. Dat was, denk ik, dat was wel een heel episch... Of ik zit nu direct... Ja, je laatste. Te denken. Dus je moet met de laatste. Ja. Val je ook door de mand misschien qua corona?
Oh, zo. Ja, ja, ik zat namelijk heel braaf te denken voor de lockdown. Ja, ja, doe ook maar. Ja. Maar ja, toen was nou, maar je kan ook een wilde corona-proof nacht hebben, hè? Ja, daar zou ik... Oh, dat was in een 5-sterrenhotel. Oh. Waar ik misschien niet helemaal... Oh, mijn vader gaat het zien. Ja, we gaan het allemaal horen, we gaan het allemaal zien. Maar ik voel dat dit verhaal komt. Oké, okay, ik ga het maar eerlijk zeggen. Ik dacht, ik debuteer, ik word wel rijk of ik word niet rijk. Ja. Ik word waarschijnlijk niet rijk, maar het was zeg maar zo vroeg voor het debuut dat ik dacht, theoretisch gezien kan ik nu nog rijk worden. Ja. Dus ik ga ja. er nu ook van nee. Dus ik volg, over Instagram gesproken, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Ja. Ja. Die gaan soms naar Hotel W of Hotel W. Ja, 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 W. En hier hebben ze een zwembad op het dak. Oh, ja. Ik dacht, fuck it, ik ga met mijn kerstverse vriendin daar naartoe. Vergetend dat er een virus is, dat maakt dat al die faciliteiten van het hotel helemaal niet beschikbaar zijn. Dus ik had behoorlijk veel geld betaald voor nog steeds de goedkoopste kamer daar. En toen dachten we, ja, wat kunnen we doen? Nou, niet zoveel. En toen zijn we overgestapt op verdovende middelen. Maar zijn we alle twee een beetje groentjes daarin. Oh. En heeft zij dat allemaal redelijk braaf en goed gedaan, maar was ik wat ongeduldig met dosering. Ja, waar het op neerkomt is dat ik eigenlijk van dat peperdure hotel alleen de wc-pot heb gezien. Nee. Gewoon 6 uur lang ziek heb lopen of... kotsen. Oh. Welke middelen waren dit? MDMA. Oh. Het is echt, niemand heeft ooit een overdosis MDMA, behalve ik. De kotsen ook. Was het een combi met champagne? Want dat gaat altijd fout. Ja, thuisregel, niet champagne met dingen combineren, want het zijn bubbeltjes. Het zijn bubbeltjes. Bij andere gesprekken komen literaire inzichten. Ja. Maar dit is een goede tip, want waarom mensen een auto nieuw altijd die kater hebben, die bubbels, midden op de avond. Dus daarvoor heb je al wijn en bier en weet ik veel. Dan gooi je al die bubbels, dat je buik helemaal die... En dan gooi je nog iets druk of een oliebol of gewoon... Oh, ziek. Ja, het waren nu denk ik 2 wijntjes en dit. Dus, maar had je wel een dineetje? Jawel. Nee, er was miscommunicatie met de dealer. Die vroeg 1 emmertje. Dus wij dachten, het is voor 1 persoon. Ja. Maar 1 emmertje is voor een groep. Is voor 1 had groep. Ik niet geweten. Ja, groep. Wat is de groepsgrootte? Ja, dat is het. Toch? Dat wil ik er dan. Ja. Ik zou bij deze willen pleiten voor meer helder WhatsApp-contact tussen klant en dealer. En heb je nog wel daarna het succes rond je boek gevierd zonder zonder kotsen? Sowieso gewoon in mijn eentje op de fiets. Dat zijn sowieso de momenten, denk waarop je het meest... En ik heb een boekpresentatie via Meebo gedaan. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een virtueel eiland. Oh, waarbij, een soort Habbo Hotel. Habbo Hotel, ja, zoiets is het. En je kan dus wel zo dichtbij iemand staan en dan hoor je elkaar. En degene die ver weg staat, hoor je niet. Dus het is wel schattig. Daar kijk ik wel echt naar uit voor een ander boek. Dat er gewoon wel een feest of de filmrechten. Hè? Je moet alles aangrijpen rond zo'n boek. Een nominatie komt er straks. Die pak je ook voor een feestje. Alles vieren. Ja, ja. Nog een vuistregel. Want jij hebt ook niet echt kunnen... Nu kan jij nog vertellen over het uitblijven van jouw dronkenschap rondom het boekenweekgeschenk. Dat ik helemaal niet heb genoemd trouwens in mijn introductie. Oh ja, maar hier... Nee, ik was wel dronken. Nou ja, het is niet uitgekomen. Dus in die zin bleef de dronkenschap ook uit. Maar we hadden toen wel een hele toffe avond... We hebben natuurlijk in de vooravond, het was het voorwoord, niemand snapte er nog wat van, maar er was een avond rond het boekenbal en daarna ben ik wel dronken geworden in een 5-sterrenhotel. Goed zo. Ja, welk hotel? Ja, het Pulitzer. Ah. Ja, ja, dat hebben we niet zelf betaald, heeft het CPNP betaald. Oké. Okay. Maar dat was echt een geweldige avond, dus ik ben heel erg van het. Vier alles wat er rond dat boek gebeurt. Ook al de tweede druk. Oh, die is er al. Ja. Vieren. Oké. Ja. Beloofd. De trein vertrekt. Ja.